Hoi allemaal, het is donderdag en ik begin vandaag met de nieuwe weekendvlog. Waarom vandaag? Omdat wij straks naar mijn schoonouders gaan. Dan slapen we daar een nachtje met de kids en dan rijden wij morgenochtend vroeg door naar... Eerst naar Duitsland om keukens te kijken en daarna naar Enschede waar wij een hotel hebben. Omdat wij 10 jaar samen zijn. Dus dat is super leuk. Ik ben natuurlijk nog wel herstellende. Niet alleen van de operatie, ook van de griep. En nou, ik was gisteren bij de huisarts, omdat ik echt vreselijke hoestbuien heb, vooral 's nachts. En ik heel benauwd ben en ik heb astma, dus altijd een beetje een puntje van aandacht. En die schreef mij echt hele heftige medicijnen voor. Een antibiotica kuur, een prednisonkuur en nog codeïne voor de nacht. En ik ging naar huis. Ik dacht, oké, ik voel me niet fit, maar ik voel me niet, zeg maar, wat hij mij nu voorschrijft. Dus ik zat daar enorm mee te worstelen. En het erover gehad, mijn moeder was hier en Sven. Dus ik had het erover van, ja, ik weet niet goed wat ik ermee aan moet. Nou, die waren ook enigszins verbaasd. Dus ik heb vandaag een soort second opinion gevraagd. Ik heb gebeld, joh, kan ik nog even langskomen? Want nou ja, dit is er aan de hand. En nou, ze heeft me heel goed gecheckt. En een andere arts, nou ja, die zei... Ik snap wel waarom je dit niet wilde gaan nemen. Dus dat ga ik ook niet doen. Dat wil zeggen, nu in ieder geval nog niet. Ik ben wel echt benauwd. En mijn astma-medicatie kan niet echt hoger dan wat ik heb. En ze zei van, je hartslag is ook wel heel erg hoog. Maar als kijk gewoon hoe je voelt. Word je echt te benauwd, dan moet je die prednison gaan nemen. Maar volgens mij gaat het nu, kan je dat nog prima handelen. Dus nou, dat ga ik nu doen. Dus ik neem het wel mee, maar ik ga het nog niet nemen. En nou, ze zei ook bij twijfel, bel gewoon als het weekend is ook gewoon de huisartsenpost en zo. Weet je, schroom niet. Dus dat ga ik gewoon doen. Maar ik ga ervan uit dat ik gewoon... Ik moet zeggen dat ik, nu ik vannacht met die codeïne dus wel weer een nacht goed heb geslapen. Of redelijk goed heb geslapen. Dat ik me al veel beter voel dan de nachten daarvoor. Waarin ik mezelf helemaal de ellende in hoestte. Dus ja. Ik heb wel echt verschrikkelijke hoofdpijn aan deze kant. En ja, ik moet opletten dat het geen ontsteking aan mijn holtes wordt, zei ze. Ja, ik weet niet wat ik verder kan doen. Maar nou... dus ik voel me echt niet helemaal top. Maar ja, ik hoef ook niet zoveel. Ik probeer zo nog wel even wat te gaan werken. En ja, dit weekend hebben we gewoon op die keukenzaak na, wat 1 ochtend is, hebben we helemaal niks gepland staan. Ik heb gewoon boeken mee. Ik neem de iPad mee. Of de iPad, helemaal niet. De tablet mee. En we gaan gewoon echt relaxen. Dus we gaan natuurlijk ook nog de sauna in. Ik heb wel voor ons een pakketje gemaakt met ook maskertjes en allemaal... bonbons en cava en een klein flesje, want volgens mij moet ik vooral niet veel drinken nu. Maar ja, gewoon toch een klein romantisch pakketje gemaakt en ook dus met maskertjes, zodat ik er ook nog wat aan heb. Want ja, ik heb dus niks van die sauna en zo, want daar mag ik vanwege de operatie nog niet in. Maar goed, het wordt gewoon echt een weekend heel erg weinig doen, is het plan. Tenzij ik me spontaan beter voel, dan gaan we het misschien nog even Enschede kennen, maar... Nou, we gaan het zien. We gaan natuurlijk wel lekker eten en dat soort dingen. Maar we houden het gewoon mellow. Ja, dus het is een vrij lang intro. Maar ja, zin in dit weekend. En qua herstel van de operatie gaat het goed. Mijn buik heeft echt alle kleuren van de regenboog. Blauw, paars, geel, groen, rood, alles. Dus dat gaat top. Wij zitten al 1,5 uur in de auto. Nou ja, we zijn er ook wel uit geweest. We hebben file. En Elin heeft al 2 keer overgegeven. 3 keer. Wat? 3 keer. 3 keer? 3 keer overgegeven. 2 keer later. Oh, 3 keer ook. Ja, nou ja, die ene tel ik was in 1 keer, was meer een sessie. Ja, nee, echt super zielig. Dat is echt, maar goed, dus ja, we moesten gewoon natuurlijk eraf en schoonmaken. Maar ja, ik had een vrij geniale oplossing bedacht voor de rest van de route luier als slap op te hangen. We hadden misschien andersom moeten doen. We hadden wat opgenomen. Ja, nou, dat hebben we niet gedaan. Moeten we die hier niet af trouwens. Maar nou, nu zijn we er bijna. Dus we zitten nu met een... Ja, nou ja, ik zal die al besparen. Maar het is echt super zielig. We weten ook niet, misschien is ze waren ziek of zo. Maar ja, we hebben het 1 keer eerder gehad op Ibiza. Maar hoop gewoon iets verkeers gegeten of zo. Want ze zit nu weer rustig. Niels die ligt echt al dus de hele tijd te slapen. Dus die slaapt echt al meer dan een uur. Maar we laten het maar even gebeuren. Want die is gewoon niet helemaal fit. Dus het is een hele enerverende route. Het stinkt hier echt verschrikkelijk. Het is goed dat jullie geen geurtv hebben. Ik ben al verkouden. Verkouden ook. Zo dat ook klein wegtrekken. Goed, we zijn er nu bijna. 6:30. Lekker op tijd. Goedemorgen. Ik heb gisteren volgens mij helemaal niet meer gefilmd bij mijn schoonouders. Het was heel gezellig. Het was ook heel fijn dat we na de overgeven incidenten alles daar in de was konden gooien. Dus dat is allemaal weer schoon. En Elin ging eigenlijk alweer prima. Nou, Niels heeft vanmorgen... Hoeveel boterhammen heeft hij op? 4. Nou, ik kan je vertellen, dat heeft hij ook wel nodig. Want hij is dus 3 kilo afgevallen toen hij ziek was. En dit is eigenlijk voor het eerst dat hij weer normaal... Nou, normaal. Dit is niet... Zoveel eet hij normaal niet. Maar dat hij gewoon blijkbaar echt weer honger had. Dus dat is een goed teken. Wij zijn nu... we rijden van niet naar nergens nu. We gaan nu naar Duitsland toe. En ik heb niet zo heel goed geslapen, maar ik heb niet zo heel veel gehoest. Dus dat is fijn. Mijn collega... Mijn man die heeft wel goed geslapen. Niels die sliep ook op de kamer en dat ging ook heel goed. Nee, hij moest om 6 uur plassen en toen waren we eigenlijk allemaal wakker. Dus ja. En Elin werd vanmorgen gelukkig ook vrolijk wakker. Hij was vannacht nog een keer wakker. Mijn moppen komt, maar nu was ze weer blij. Dus ja, wij gaan... Heino Noord. Yes. Ik heb nog steeds verschrikkelijke hoofdpijn. Ben dus de heur die stop. Goed, we rijden dus nu echt in het oosten des lands, toch? Dus het oosten. Wij zitten in de keukenzaak. Die meneer gaat nu voor ons tekenen en dan ik kan een klein beetje wat laten zien. Hij gaat nu voor ons tekenen en dan zien we hem zo weer terug, maar ik zal het laten zien. Dit is voor de kastjes, echt wit-wit. En dan hebben we zo'n soort houtnerf voor onze hoge kasten. En qua blad kijken we naar deze. Dat is wel heel mooi. Of deze is iets lichter grijs. Dus dat is een beetje wat we tot nu toe in gedachten hebben. Ik ben heel benieuwd. Dan zou het dus dit kunnen worden. Kunnen jullie mijn online? Een soort mini-lunch. Duitse bruiloftsoep gehad. Nu een beetje met kippen couscous. Dan hebben we hier nog een kleine pastasalade en daarna een dessert. Wij zijn klaar bij de keukenzaak en we gaan nu eventjes naar de DM. Nog nooit geweest, maar altijd benieuwd naar geweest. Het zat echt een paar minuutjes rijden, dus ik zei, mogen we daar net heen? En dan mocht van mijn man. Oh, braaf nog een keer. Ik zal het laten zien. De DM. Ik ben benieuwd. Yes. Kijk nou, je kan hier gewoon je kind gaan verschonen. Luiertjes, een losje op hem. Het ziet er mega fascinerend uit. En dan moet je dus om je benen wikkelen, een masker. En dan moet je dat zitten, dan moet je niet gaan staan. Dat is een beetje jammer. Dit is onze camera, zie je hier. Fuck what. Kijk eens, onze kamer. We zitten dus op de 10e verdieping. Nee. Oh, er ligt hier nog wat. Nou, dat vragen we zo wel even. Uitzicht. Oh. En hier koffiedingen. Wat is dit? De badkamer neem ik aan. Nou, kijk eens. Hallo, licht. Oh, hier past hij nog niet in gedaan. Waar is het pasje? Yes. Kijk, licht. Ook leuk. Zo, serieus grote badkamer, hè? Als cadeautje een klein weekendpakketje samengesteld met kava, bonbons, maskertjes, scrub, kaarsje en heel veel snacks. Nou, wij zitten Ik heb lekker mijn huispakje aangetrokken. En Sven gaat zo naar de wellness. Die is eventjes de badspullen ophalen. Maar ik mag natuurlijk nergens in. Ik mag niet in het zwembad, ik mag niet in de sauna. Vanwege mijn wond van de operatie. Dus ik zei, weet je, morgen ga ik wel mee. En dan ga ik daar gewoon lekker een boekje lezen en zo. Misschien even met mijn benen in het bad of zo. Maar ik zei van, nu ga ik dan, want ik ben best wel moe. Ga ik gewoon even lekker hier chillen. Ja. Maar hij gaat nu even de spullen halen. Dan ga ik alvast wel een kussentje. Ik heb mijn eigen kussen meegenomen. Dat doe ik eigenlijk alleen op vakantie. Vanwege mijn astma en huisstofmijtallergie. Maar ik dacht nu, omdat ik zo aan het hoesten ben, neem ik hem ook maar gewoon überhaupt mee. Dus die pak ik lekker. En ik heb hier de tablet, tijdschrift. Ik heb ook nog 2 boeken bij me. Oh, daar zou je hem hebben. Oh man. Hallo, Annie Huis. Hallo. Ik dacht zo even laten zien wat ik bij DM gekocht heb. Deze liter flessen water. Voor ons allebei eentje. Drinken, belangrijk. En dan heb ik dit. Dit is een intensief vlegende voetmasker. Ik dacht, die kan ik lekker opdoen. Misschien ga ik die zo opdoen. Sven heeft 2 douchegels. Rough Nature, 3 in 1. Yes. Deze gekocht. En dan heb ik, oh, er is nog iets, wat is dit? Een deo. Iets. En dan heb ik nog deze, dit is nieuw van NYX. Ik heb altijd de Dewy, maar ze hebben nu ook de Radiant Finish Setting Spray. Dus daar was ik wel heel benieuwd naar. Ik weet niet of we die in Nederland al hebben. Dan heb ik deze, want dit is zeg maar een soort eeltcreme, maar dan met 10% urea. En degene die ik altijd in Nederland had, die is niet meer te koop. En dit is gewoon heel fijn voor droge voeten. En ik heb mega droge voeten. Dus deze heb ik daar ook maar gekocht. Stiekjes, want deze hebben dus geen metaal erin. En normaal moet je zo'n pakje kopen met blond haar, zeg maar. En er zit ook bruin haar bij, die ik dus nooit gebruik. En dit is gewoon alleen maar blond haar. En ook 3 van deze, want ik ben er 2 kwijtgeraakt, die Invisible was. En dan nog Essie gel nagellakjes. Of eigenlijk 1 gel nagellakje en 1 topcoat. Dit is de Fairy Taylor. En ik hoop dat hij een beetje eruit ziet als Mademoiselle. Want ik zo even mijn vinger testen, leek het wel zo. En dan is dit de Platinum Grade Finish. Geen idee, maar dit is in ieder geval de topcoat. Dus ja, dit is wat ze hebben aangeschaft. En nu ga ik liggen. Ik denk dat ik even gelijk ga douchen. Zoals je ziet word ik weer een beetje flushed. Ik voel me niet helemaal fit, maar... We gaan ervoor. We gaan zo lekker eten hier beneden, want dat zat bij het arrangement. Maar ik ga eerst even douchen. Hopen dat ik me wat beter voel. En dan gooi ik er weer een sprintje in. En dan gaan we vanavond gewoon lekker op tijd onder de wol kruipen. Dat lijkt me verstandig. Ik heb vannacht gewoon niet zo heel goed geslapen. Ja, oef, koud. Ja, ik ga douchen. Oh, en ik heb een heel mooi jurkje voor vanavond. Dit is mijn outfit. Dit is een jurkje van Mango, wat ik kocht in de sale. Echt super leuk, uit een iets lagere rug, maar dat kan je denk ik niet echt zien. En nou ja, dat is eigenlijk het enige. Dan kan ik van die mouwtjes heel leuk. Een klein beetje een... ik kan bijna niet zien hoe dat... Oh, hier zie je wel een pofje. En de laarzen zijn van... weet ik niet meer. Dus wij gaan. Met paracetamol ingenomen, dus... We gaan het nemen. We zijn allebei voor een soepje gegaan. Ik heb het koud, dus ik ben ook voor een soepje gegaan. Ik wilde eigenlijk salade, maar ik ga toch voor soep. Hier is het zoet. En lakaas. Ik ga dit maskertje gebruiken, het Glow Sheet Mask. Ik ben heel benieuwd. Dit is mijn huid. Before, ik heb lekker mijn huispakje aangedaan. Lekker gegeten en we gaan lekker kijken. Goedemorgen, het is zaterdag en wij hebben gisteren gezellig gegeten. Toen had ik paracetamol om de pijn een beetje te kunnen onderdrukken, maar ik heb zo'n extreme hoofdpijn. Ik wil niet weer gaan huilen Maar het is echt niet tof. Ik werd vanmorgen om 5:15 wakker en ik dacht echt, ik kan dit echt. Ik kan het anymore. En mijn hartslag is 106 nog steeds. Dus gewoon echt heel hoog. En de dokter had gezegd, bij twijfel echt de huisartsenpost bellen. Dus dat heb ik gedaan. Dus ik moet hier zo naar de huisartsenpost toe. Dat is niet echt wat je wil op zo'n weekendje. Ik baal er echt onwijs van. Ik kan gewoon niet. Ik heb zo'n extreme pijn. Het is niet oké. Ik neem nu dus ook maar even geen pijnstilling in. Zodat ik het goed kan beschrijven zometeen. Verder, lichamelijk gaat heel goed. Ik hoest steeds minder verkouden. Dat wordt allemaal echt vooruit. Maar die hoofdpijn wordt alleen maar erger. Heel moedeloos van. Ja, en een hartslag van 106. Als je net wakker bent. Ook niet helemaal oké natuurlijk. Dat begrijp ik. En die is dus al sinds donderdag in ieder geval. Maar waarschijnlijk daarvoor al. Maar in ieder geval sinds donderdag al hoog. Dus ik ga hem nu een beetje opmaken. En dan gaan we ontbijten. En dan moeten we om 9:10. 9:10 moeten we er zijn. Dus nu, ja, ik was natuurlijk heel vroeg wakker. Het is nu 7:45. Oh, scherp. Maar met de kindjes gaat alles goed. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Nu mannen nog. Dat zou het zien wel heel gaaf worden. Dit is mijn outfit van de dag. Deze is van Hollister en via Esos. En deze is van Stradivarius. Normaal heb ik hier een gewone leren broek bij aan, maar dat kan nog niet met mijn buikwond. Dus dit is de look. We hebben gewoon smoothie machines. Ik wilde eigenlijk gebakken ei, maar de chef is er nog niet. Die staat er buiten vandaag. Ik ben net terug van de apotheek, even van de huisartsenpost. En ik had 37,9. En toen ik woensdag de donderdag bij de huisarts was, toen had ik 36,1. Dus dat betekent dat ik dat mijn koorts, zeg maar, dat ik weer koorts krijg. En dat betekent dat er toch waarschijnlijk ergens een bacterie zit op mijn rechterlong. Dus ik moet nu antibiotica gaan nemen. En de hoofdpijn komt waarschijnlijk voort uit mijn nek. Ja, dat vond ik een beetje een raar verhaal, want ik heb dat wel eens gehad. Maar ik kan me meer herinneren dat dat dan hier zat. En niet zozeer hier, maar oké. Maar goed, ik ga gewoon die antibiotica nemen en paracetamol. En dan hoop ik weer snel proviant te zijn. Het is iets anders weekend dan we hadden gepland, maar het is wat het is. Dus zo nog een poging tot ontbijt te doen. En dan neem ik de boel in en dan gaat het vast snel de goede kant op. Nou, ik heb 2 uur geslapen. Dus dat was heel fijn. Ik werd wakker toen Sven terugkwam van de wellness. En hij gaat nu lekker sporten. Het is echt super mooi weer buiten. Er zit hier een McDonald's in de buurt, daar heb ik eigenlijk zin in. Ik denk niet dat ik Sven zo ver kan krijgen. Ik heb moeder net gesproken. En op aandringen van mijn vader is ook zij naar de huisartsenpost gegaan. Andere huisartsenpost natuurlijk, gewoon niet, hè. En die heeft ook een kuurtje, want die heeft ook een bacteriële infectie. Nou ja, ik weet dus bij mij niet zeker of het bacterie is, maar daar ging die vrouw dus wel van uit, omdat ik dus nu ineens weer koorts kreeg. Maar goed, we hebben dus al een ander kuurtje gekregen. Ja, het zal wel goed zijn. Nou, ik lig nog steeds. Ik heb een paar keer geslapen en daar lig ik een beetje weinig te doen. Van lezen krijg ik hoofdpijn, dus deze maakt de hoofdpijn niet minder, laat ik het zo zeggen. Dus ik zit lekker Love Island te kijken. Ja, Nu Love Island UK seizoen 5. Ik kijk zeg maar achterstevoren. Ik heb eerst seizoen 6 gekeken en nu kijk ik 5. Dat is nu volgens mij bijna klaar. Dus ja, ik maak mezelf enorm nuttig. Goedemorgen, het is zondag. Ik weet niet of je net de wolk kon zien, maar ze gaan echt al heel hard. Er is dus die storm Ciara voorspeld. En dat betekent dat we op tijd moeten gaan rijden. Want we moeten de kids natuurlijk nog ophalen. Dat is een uur rijden en dan nog een uur naar huis. En ja, ik denk ook niet dat we in één keer doorgaan, maar dat we daar toch nog even een bakje doen, zeg maar. Dus we willen een beetje op tijd gaan rijden. Nou ja, niet zo'n risico te lopen. Ik heb net mijn haar gewassen. Nou, er is eigenlijk niet echt een verandering in hoe ik me voel. Ik heb nog steeds gruwelijke hoofdpijn. Dus ik ga morgen de dokter weer bellen. Ten eerste geloof ik niet dat het uit mijn nek komt. En ten tweede, als het wel uit mijn nek komt, dan gaat paracetamol natuurlijk niet helpen. Dus dan moet ik gewoon naar de fysio. Maar goed, ik heb wel vannacht zonder codeïne geslapen. Hoppatee. We gaan weer ontbijten. De prinses en de superheld. Ga je op je paard, prinses? Nee. Oh. Ja, paard. Ja. Ja. We zijn allemaal weer thuis. En de kids zijn echt al heel lang, heel lief samen aan het spelen. Ze verkleden zich. Oh, meneer is scherp. Ze kleden zich steeds tot allemaal dingen. Dat is echt heel lief. Het waait inmiddels echt wel heel hard. Dus we moeten zo nog even brood halen, omdat ze op en de boodschappen komen pas morgen. Ik heb met de huisartsenpost gesproken. Ik mag nu extra paracetamol en ook ibuprofen. En als het goed is, moeten antibiotica binnen 48 uur gaan aanstaan. Is dat niet het geval, dan moet ik morgen naar de huisarts terug. Naast de ontsteking van mijn rechterlong heb ik waarschijnlijk ook in mijn voorhoofdholte of bijholte of allebei ontsteking. En vandaar dus hier enorme hoofdpijn. Dus ja, dat is jammer. Dokter Mietens die gaat altijd bij me. Het is een beetje donker, maar ik kan niet echt bij het lichtknopje. Ik heb even geslapen en we gaan zo meteen eten. Dan ga ik daarna weer in bed liggen. Boring. Ik ben heel slecht in stil liggen. Ik wil dingen doen, actielijsten, afwerken. Ik wilde heel graag met de kindjes spelen, omdat ze natuurlijk een weekend niet hebben gezien. Niels heeft wel weer lekker bij me gelegen en een boekje gelezen samen. Elin komt ook af en toe een knuffeltje halen. Het is maandagavond en ik heb eindelijk het gevoel dat antibiotica begint te werken. Dus dat is heel fijn. Ik heb bananenbrood gebakken. Ik doe dat dus altijd in muffinvorm. Sven die is even sporten. Knie zich op bed. Dan ga ik ook weer liggen. Tablet. Ik heb de hele dag niks gedaan. Behalve gepuzzeld, geslapen en gelezen. Een heel klein beetje, want het lukt nog niet zo goed. Maar een tijdschriftje. En Love Island gekeken. Dus ik heb mezelf weer zeer nuttig gemaakt. Maar het is wat het is. Er gebeurt weinig spectaculairs op dit moment in mijn leven. Dit is ongeveer waar ik de hele dag naar kijk. En Mittens? Mittens? Ja, die is lekker. Maar het was wel heel fijn om de kids te zien. En we hebben ze in bad gedaan. Ik heb er gewoon lekker bij gezeten. Ja, niet in bad, want ik mag niet in bad, maar gewoon ernaast. Dus weet je, alleen daarvan kan ik dan al genieten. En, de rest komt alweer. Ik denk dat ik trouwens ook de vlog maar ga afsluiten. Want heel veel spectaculairs gaat er gewoon niet meer gebeuren. Volgend weekend hoop ik weer helemaal boven Jan te zijn. Volgens mij hebben we niet zoveel op de planning staan. Maar gewoon lekker eventjes weer thuis met de kids. Het is Valentijnsdag. Ik denk niet dat we er heel veel aan gaan doen. Maar je kent maar weet. Volgens mij is Sven er niet eens trouwens. Volgens mij is hij 2 jaar op cursus. Nou ja, ik neem jullie in ieder geval mee. Super bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. Doeg!